Dr. Verwist, welkom in onze mobiele studio op de Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2014. Laat ik beginnen met te zeggen dat u naast huisarts ook havenarts bent. Wat is in dat verband uw inbreng op dit congres? Nou ja, je wordt voor dit congres gevraagd. Ik heb als havenarts eigenlijk al vaak congressen georganiseerd en meegeorganiseerd. En ik denk dat het op de eerste plaats vanwege die vaardigheden is dat men aan mij gevraagd heeft om hier aan de Geneeskundige Dagen mee te werken. Het is natuurlijk ook een leuke gelegenheid om Antwerpen, de geneeskundige wereld van Antwerpen, er te kunnen op wijzen dat er ook een haven is aan deze leuke stad. En dat via die haven er toch wel af en toe pathologieën in het land binnen kunnen komen die men in andere steden minder vaak ziet. Ja. Wat is volgens u de link tussen de geneeskunde in de haven en gastroenterologie? Misschien minder rechtstreeks dan je zou verwachten. Alhoewel ik de mensen maar moet herinneren aan het feit dat soms cruiseschepen in quarantaine gelegd worden vanwege een uitbraak van norovirus of een of andere gastroenteritis aan boord. Dus de scheepvaart wordt wel geconfronteerd met maag- en darminfecties. Ik herinner me vroeger, en dan spreken we toch van 10, 15 jaar geleden, dat er aan boord van schepen veel meer maagulcera, maagzweren waren dan aan wal. En dat zeemannen dus daar heel veel problemen mee hadden. Door het eten, door stress, maar ook door de tijdzones die constant wisselden bij die mensen. De laatste jaren zien we dat veel minder, vooral dankzij de betere medicatie. Ja, u haalde het net zelf al eventjes aan. Antwerpen is een wereldhaven. Een wereldhaven waarbinnen, kan ik me voorstellen, ook regelmatig ziektes, infecties binnenkomen. Wordt er voldoende gecontroleerd daarop? Ja, absoluut. Tenminste, Antwerpen draait mee in een Europees programma van controles. Dus elk schip dat zijn eerste Europese haven aanloopt, wordt eigenlijk grondig gecontroleerd. Door de Port Health Authority heet dat. En in Antwerpen is dat Sanipor. Dat is een overheidsdienst die dat doet. En die controleren elk schip eigenlijk op de aanwezigheid, mogelijke aanwezigheid van infectieziekten. De kapiteins zijn verplicht om een gezondheidsverklaring af te leggen. En om dus eigenlijk ook de haven te verwittigen. Indien zij vermoeden dat ze een ziektegeval aan boord hebben. Of indien zij bijvoorbeeld iemand hebben die onderweg overleden is, dan zijn zij verplicht dat te melden. Ja. Daar wordt toezicht op gehouden, alhoewel dus de schepen die zeer regelmatig binnen en buiten komen en altijd dezelfde bestemming hebben, minder gecontroleerd worden. Maar bijvoorbeeld nu, met de crisis rond ebola in Afrika, worden schepen die van die regio komen, worden zeer grondig gecontroleerd. Maar niet alleen in Antwerpen, dat is een Europese samenwerking. Ja, maar jullie zijn dus wel extra waakzaam op dat ebola-virus? Ja, dat wordt toch opgevolgd, alhoewel daar zeker geen paniek rond moet zijn op dit moment. Goed. Waarom kiezen jullie op deze geneeskundige dagen voor gastroenterologie als thema? Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met dokter Van Oetrieven, mijn co-voorzitter. En dat thema wordt eigenlijk gekozen in functie van de voorbijgaande jaren, welke thema's er allemaal al aan bod gekomen zijn. Maar zeker ook in functie van het feit dat er in de gastroenterologie heel veel in beweging is op dit moment. Dat er nieuwe inzichten zijn, dat er nieuwe medicaties op de markt gaan komen. Waardoor het eigenlijk wel interessant is om zo'n multidisciplinair congres als deze een hele brede update te kunnen geven van het hele terrein eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom we zo achter deze keuze staan. Jullie werken dit jaar voor het eerst ook met een app. Ja. Welke voordelen kan dat opleveren voor de congresbezoekers? Laat ons gebruik maken van de nieuwe media. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de bedoeling was. Om mensen die tablets en smartphones gebruiken de kans te geven om papierloos het programma te leren kennen. Het is ook een interessante manier van werken. Het programmaboekje is vrij dik, is zelfs niet heel overzichtelijk in gebruik, terwijl de app eigenlijk toelaat om vrij snel te zoeken specifiek dat wat je nodig hebt
En het geeft ons de kans als organisatoren om hier en daar een laatste wijziging ook te kunnen doorgeven aan de mensen die daar naartoe willen komen. Wat bij een gedrukt programmaboekje eigenlijk altijd een groot probleem is. Ja. Dus voor een groot congres met veel gelijktijdige activiteiten zoals dit, is dat eigenlijk een must. En zijn we zeer blij dat we het zover gekregen hebben dat dit functioneert. Goed. En mensen kunnen daar natuurlijk ook altijd dit interview bekijken. Dr. Verbis, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan.